vlak naast het BC Play Stadium, waar vrijdagavond de Olympische Spelen officieel zijn geopend, vertoeven de Nederlandse Olympiërs in Vancouver. Met dit en dit als uitzicht hebben de sporters niets te klagen. Toch vroegen we aan controlcoach Jacques Ory wat hij vindt van het Olympische dorp. We hebben ons draai wel gevonden hier. Het is zeker zo dat als je het vergelijkt met bijvoorbeeld Turijn, is het veel aangenamer hier zo. Het eten, hoe het geregeld is, de kamers. Het is eigenlijk best prima. Dus er zijn zeker geen vervelende dingen. Bijvoorbeeld in Turijn deden een heel aantal douches het niet. Ja, en dat gaat toch naar, of die begonnen te lekken. En dat begon toch best wel irritaties te wekken. Maar het is hier allemaal prima geregeld. En of het moet eigenlijk nog gaan veranderen. Maar zoals het er nu uitziet is het gewoon goed vertoeven hier. Er zijn geen meubels. En dat is niet altijd even leuk. Maar ja, je kan er natuurlijk over gaan zitten mokken. Maar je kan ook wat verzinnen, zodat je gewoon dat je het wel aangenaam hebt. Bijvoorbeeld de meiden, die hebben die hele kamer aangekleed van onder tot boven. En zo is er altijd wat te verzinnen wat heel simpel is en dat toch een oplossing is. En dat je het eigenlijk toch naar je zin hebt. Naar de zin hebben de schaatsers het wel, maar nu moet er nog gepresteerd worden. En daar komt druk bij kijken. In hoeverre geldt dat eigenlijk ook voor de coach? Ja, kijk, het is allemaal wat hectischer. Het is groot en er zijn veel belangen en er is veel ontzettend veel aandacht. En dat maakt het allemaal een beetje anders. Maar ja, je laat het maar gewoon over je heen komen en je doet gewoon waar je voor moet staan. En dat is zo hard mogelijk die schaatsers te laten schaatsen. En daar zijn we mee bezig. En voor de rest proberen we gewoon alles een beetje naast ons neer te leggen. Je hebt er ook zelf geen moeite mee om die gekte een beetje langs je heen te laten gaan, zeg maar? Nee, nog niet. En zoals ik het zeg maar een beetje voel en zie, dan gaat het met het hele team goed. En zijn ze zeker erg gefocust op die wedstrijden. Ik ben wel ontzettend gemotiveerd. En het hele team is ontzettend gemotiveerd. En wat we natuurlijk, waar je natuurlijk voor op moet passen, is dat team op het juiste moment de juiste spanning heeft. En het moment dat je zeg maar, dat als je dat te vroeg laat komen en te vroeg dat team onder druk zet en jezelf daarmee ook, ja, dan heb je wel eens kans dat het allemaal net iets op de verkeerde dag valt. Dus ja, dat moet je wel een beetje zorgvuldig op zien te bouwen. En daar zijn we dan ook mee bezig, zodat ze wel precies op de momenten dat ze er moeten staan, zeg maar, een juiste spanning hebben.